en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een aantal nieuwe Catrice make-up producten testen. Jullie hebben in mijn vorige PR unboxing video gezien dat ik een heleboel nieuwe Catrice producten heb ontvangen in PR. En vandaag ga ik er een aantal testen. Ik ga vandaag deze allemaal testen. Het is niet genoeg voor echt een full face, dus ik heb mijn basis gezichtsmake-up al gedaan zoals je kunt zien. Maar het zijn wel echt gewoon een aantal producten. En ik ben heel benieuwd, want alle producten zijn nieuw voor mij. Als het goed is heb ik nog niks van deze producten ook maar één keer gebruikt of überhaupt gehad. Jullie weten, ik ben altijd heel enthousiast over betaalbare merken zoals Catrice en Essence en zo. Dus ja, I love it. En ik ben ook vaak wel tevreden over Catrice. Dus ik hoop dat ik vandaag weer een aantal goede producten ga vinden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb het gevoel dat ik deze intro weer veel te snel heb gepraat, bedoel ik. Maar oké, let's do this. Ik ga beginnen met het eerste product. En dat is een lipbalmpje. Dit is de Catrice Dark Ruby Glow Lip Balm. En zoals je kunt zien is het dus een zwart kleurige lipbalm. Dit is echt een aparte lipbalm. Ik dacht toen ik hem kreeg, een lipbalm. Ik wilde hem niet eens per se in deze video van vandaag gaan doen. Maar toen ik hem openmaakte en zag dat hij letterlijk zwart is, had ik echt iets van, wat is dit? Het is de kleur 010 Fiery Temptation. En het moet dus zo'n kleur worden ongeveer. Ook afhankelijk van de pH-waarde van jouw lippen verandert hij van kleur. Hij wordt dus niet zwart, ondanks het feit dat hij wel zwart is. Ik ga hem even swatchen op mijn hand, kijken wat hier gebeurt. Ja, ik zie een beetje zwart, maar het wordt een beetje zo rozig donker. Zie je dit? Oké, dit is niet echt de mooiste kleur of zo, maar ik ben benieuwd hoe het op mijn lippen gaat zijn. Ik ga even deze lipbalm die ik nou op heb eraf halen. Ik hou altijd wel van dit soort aparte producten. Oké, ik ga hem gewoon aanbrengen. Hij ruikt naar kersen. Echt een heerlijke geur. En hij heeft ook de kleur van kersen. Ik ga stik. Ik denk echt dat ze dat bewust hebben gedaan. Oké, donkere kleur wel echt. Zie je dit? Hij ruikt wel echt heerlijk. Het doet me ook gewoon een beetje denken aan gewoon een normale lipstick. Het is een lipbalm en het voelt ook wel echt als een lipbalm. Maar het voelt ook best wel als een lipstick, omdat het meer pigment heeft dan een normale lipbalm. Apart product. Ik zou dit persoonlijk gewoon echt als een lipstick gebruiken. Niet per se als een lipbalm of zo. Oké, het volgende product dat ik ga gebruiken is deze matte poeder. Dit is de Catrice All Matte Shine Control Powder in de kleur 200 Cool Healthy Beige. Oké, dit is dus gewoon een anti-shine poeder, oftewel gewoon een matterende poeder. Altijd fijn om te hebben voor over je hele gezicht. Vooral als je een vettige huid hebt. Ik pak gewoon altijd een beetje zo van poeder. En dan breng ik het gewoon aan over mijn hele gezicht. En wat ik dus altijd doe is dat ik het echt op mijn gezicht tap. En niet veeg. Want als je veegt kan het zijn dat de make-up eronder gaat verplaatsen. En dat is niet wat je wilt. Dus ik dep het er altijd gewoon zeg maar zo op. Oké, dan ga ik nu beginnen aan de ogen. Ik heb twee kleine oogschaduwpaletjes. Dit zijn de Catrice 5-in-1-box mini eyeshadow palettes. Eentje is bruin en eentje is blauw. Oké, de bruine heet 010 Golden Nude Look. En de blauwe heet 050 Blue Smoky Look. En ik ga vandaag deze bruine gebruiken. Deze kleine paletjes lijken op de mini paletjes van Natasha Denona. Ze lijken er super veel op. En ik weet bijna zeker dat ze zeker een beetje inspiratie hebben gehaald uit die paletjes. Maar die zijn echt super duur en deze ja, super goedkoop. Je hebt dus 5 kleuren en 3 kleuren zijn mat en 2 zijn glanzend. Als ik er zo naar kijk, denk ik ook wel dat je er echt een goede volledige look mee kunt maken. Dus ja, ik ga hiermee even een leuke ooglook creëren. Laten we beginnen. Ik heb mijn ogen al geprimed met concealer en gezet met poeder. Ik ga beginnen met deze bruine matte kleur hier. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. Wat een prachtige kleur. Kijk dit. Deze kleur staat echt perfect met mijn huidskleur. Een hele mooie kleur. Dan ga ik in met deze donkste bruine matte kleur. En die breng ik in de buitenste ooghoek aan om de look wat dieper te maken. Ik gebruik hiervoor mijn Boozy Shop UP24 kwast. Wauw, deze kleur blendt echt fantastisch uit. Zo'n donkere kleur blendt niet altijd heel top uit. Vooral niet in een betaalbaar paletje. Maar deze echt wel gewoon. Ook vind ik het een hele mooie kleur. En vind ik de twee kleuren heel mooi samen staan. Ik ben echt in shock. Dit is echt fantastisch. Ik ga nog vanavond weg. Dus ik was bang dat de look misschien niet zou lukken of whatever. Maar dit is echt fantastisch. Ik ga die twee kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met deze gouden glanzende kleur. Die pak ik gewoon met mijn vinger, heel makkelijk en snel. En die breng ik dan zo aan op het bewegend ooglid. Oké, deze glanzende kleur werkt iets minder makkelijk mee, maar op zich is het wel oké. Hij blijft gewoon echt zitten op de plek waar je het plaatst. Dus ja, weet zeker dat je het aanbrengt op de plek waar je het wilt hebben, want het gaat echt voor de rest nergens heen. Dit is zo glamorous, I love it.
vind het echt heel mooi. Gewoon alsof ik gewoon een of ander duur paletje of zo heb gebruikt. En dan als laatste nog deze lichte glanzende kleur. Amazing. Dit is echt een goed paletje, vooral voor die lage prijs. Dan ga ik ook nog in met een nieuwe mascara, een waterproof mascara. Dit is de Catrice Pure Volume Waterproof Mascara. Oké, hij heet dus de Pure Volume, dus ik ga ervan uit dat hij veel volume gaat geven. Hij ziet er op zich wel goed uit. Ik hou altijd wel van Catrice mascara's, dus ik ben benieuwd. Alleen ik heb wel slechte wimpers. Oké, fijne mascara geeft inderdaad volume, niet te veel. Niet dat het zo viezig klonterig wordt, maar gewoon precies genoeg. I like it, zelfs op mijn crappy wimpers. Nou mensen, dit gaat echt goed vandaag. Ik ben echt zo blij met deze look. I love it. De wimpers die ik op heb zijn Miami van Liddy Lashes. En nou gaan we naar het ene laatste product van vandaag. En dat zijn deze lipglosses. Dit zijn de Catrice Better Than Fake Lips Volume Glosses. Dit zijn dus plumping glosses die je lippen voller laten lijken. Nou, dat is wat elke vrouw wil denk ik. En ik heb ze in 3 kleuren. Deze kleur lijkt een beetje op de balm die ik nou op heb. Dit is de kleur 050 Plumping Pink. Dan heb ik deze licht roze kleur. Dit is de kleur 040 Volumizing Rose. En deze beetje meer peachy-achtige lichte kleur. En dit is de kleur 020 Dazzling Apricot. Dus wel echt 3 hele mooie kleurtjes. Ik denk dat ik ga voor Dazzling Apricot. Het laat ook echt een lipsteen achter. Kijk dit. Het heeft mijn hele lip gekleurd. Ik ga sick. Dat is op zich wel ideaal, want dan weet je ook al door de dag heen, als de lipband er een beetje afgaat, dan blijft er nog wel echt een kleur achter. Maar in dit geval is dat niet echt handig, aangezien ik nog glosjes wil testen. Ik ga een heel klein beetje concealer op mijn lippen doen, om die kleur een beetje weg te werken. Zo, nou zijn ze weer iets lichter. Of zal ik gaan voor de donkere kleur? Ik denk dat ik ga voor de donkere kleur, 050 Plumping Pink. Oké, een beetje een iets dikkere formule, zeg maar. Toppie, heel glossy. Lijken mijn lippen voller? Ik weet niet, ik denk niet dat ze echt per se extra vol lijken. Met de lipgloss lijken je lippen sowieso altijd al wat voller. Maar ik vind het wel heel mooi. Ook echt wat pigment. Het laatste is fixing spray. Dit is de Catrice Ultra Last Fixing Spray. Er staat op dat dit ervoor gaat zorgen dat je make-up 18 uur lang goed blijft zitten. Dus ik ben benieuwd. Oh. Hele agressieve spray, oké. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren de nieuwe Catrice producten. Wat vinden we van de look? Ik vind het echt super duper mooi. I love it. Als er iets is wat ik vandaag aanraad, is het zeker dit oogschaduwpaletje. Dit was echt het beste product vandaag. Ik ben echt in shock. Ook heel makkelijk om mee te nemen op reis, want hij is heel klein. En deze lipbalm. Ik had het niet verwacht of zo. Ik dacht echt lipbalmpje, bleh, super saai. Maar deze is echt mooi. Hij is wel donker. Je moet wel van een donkere kleur houden. Maar ik ben ook heel erg onder de indruk van het feit dat het ook echt een lipkleur achterhoudt. Dus je hoeft het niet de hele tijd bij te werken door de dag heen, want het laat gewoon echt een kleurtje achter. En dat vind ik echt top. Dus deze 2 producten vandaag vind ik echt winning. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie van de producten, van de make-up look? Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Ik vond het weer heel leuk om deze video te maken en ik hoop dat jullie hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!